Reva presenteert die sollicitatie. Een veertiger met baard kijkt in de liftspiegel of zijn haar goed zit. Bij het uitstappen loopt hij een man met een kleine gestalte bijna onderuit. Oh, sorry. Ik had u niet gezien. Deze laatste stapt hoofdschuddend in de lift. In de gang kruist de sollicitant een blinde man met zwarte bril. Meneer, ik ben op zoek naar mevrouw Van Bundervoet, vergaderzaal blauw. Ah, dat is voor de sollicitatie. Dat is helemaal niet ver, dat is de tweede deur rechts, helemaal op het einde van de gang. Dank u. Succes. Beiden vervolgen hun weg. Wanneer de kandidaat wil aankloppen, verlaat een vrouw met hoofddoek het lokaal. Bent u de volgende? Ja. Ja, mijn collega's verwachten u. U mocht naar binnen komen en heel succes. Hij stapt binnen. Een vriendelijke vrouw aan tafel geflankeerd door twee dames verwelkomt hem. Welkom. Hallo. Neemt u plaats. Goed, we hebben uw cv grondig bekeken. En dat ziet er zeer mooi uit. U beantwoordt helemaal aan het profiel van de afdelingshoofd. Dank u. Nu richt de vrouw links zich tot hem in gebarentaal. Hij kijkt ontredderd. De gebarentolk naast hem vertaalt de vraag. Ik heb nog een kleine vraag voor u. Heeft u een beperking? Ik? Ja, jij? Hij antwoordt aarzelend. Een beperking? Is dat dan noodzakelijk? De drie vrouwen lachen en knikken instemmend. Nu merken we dat de vrouw in het midden een rolstoelgebruikster is. Het was een kleine test en dat was een juist antwoord. Dat bewijst alleen maar dat u de geschikte persoon bent voor deze job. Oké, dank u. Ik zie het echt wel zitten om hier te komen werken, zonder beperking. Oké, super. Dan neem ik u mee naar onze HR-manager, want die heeft uw contract klaar. Ze staat op, okay. Ze heeft twee beenprotheses. De sollicitant zit bij de man met een kleine gestalte. Als jij hier nog even zou willen tekenen, dan is dat in orde. Oké. Okay. Proficiat, hè. Merci. Nog eens, sorry van daarnet aan de lift. Hè. Dat is niet erg. Ik was er zelf ook niet helemaal bij met mijn gedachten. Alles over echt werk voor mensen met een beperking. Reva 2022, Gent Vlaanders Expo, 19-20-21 mei. Mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cardoen. Check ook de vacatures voor mensen met een beperking op cardoen.be.